Dank u wel. Ik hoorde twee dingen eigenlijk van meneer Blok. Het ging mij om de criteria waarin wij zeggen, nu is gewoon einde coronamaatregelen. Zoals we weten is dat in Noorwegen gebeurd, in Denemarken is dat gebeurd. Dan weet ik dat het de criteria in principe zijn druk op de zorg laag houden en kwetsbaren beschermen. Nou, de kwetsbaren zijn inmiddels denk ik grotendeels beschermd. Want de vaccinatiegraad onder oudere mensen is gewoon, laten we zeggen, bijna 100%. Wanneer, ik proef steeds wel een beetje, en misschien kan de minister daar wat duidelijkheid over geven, dat er misschien toch wel wordt nagedacht om misschien het toch nog langer te houden om nog zekerder van je zaak te zijn. Dus dat was eigenlijk een beetje de grond van mijn vraag. Welke criteria moeten er nu precies zijn om te zeggen we doen einde coronamaatregelen? Want dat niet iedereen gevaccineerd gaat worden, dat is gewoon zo. Niet iedereen gaat gevaccineerd worden. Dank u wel. De minister. Voorzitter, dat is natuurlijk eigenlijk het debat over welke criteria worden gehanteerd breed rond de coronamaatregelen. Het debat ook wat ook vorige week gevoerd is. En daar verval ik in herhaling wanneer ik zeg, het kabinet heeft aangekondigd begin november weer een OMT-advies te vragen. En op basis daarvan weer te beslissen. Mevrouw van der Plas heeft mij ook luid en duidelijk horen zeggen dat natuurlijk iedereen in het kabinet hoopt dat we dan kunnen concluderen dat het niet meer hoeft. Waarom zouden we iets anders hopen? Mevrouw van der Plas heeft me ook luid en duidelijk horen zeggen, ook als wij dat beslissen, zal voor heel veel sectoren gelden dat het niet meer wordt zoals het was. Mevrouw van der Plas. Dat begrijp ik, maar dan is het voor alle sectoren natuurlijk wel de eigen keuze om iets anders te gaan doen. Kijk, als er vanuit de overheid geen maatregelen meer worden opgelegd, dan is het aan bedrijven zelf om te zeggen tegen hun medewerkers van, we gaan hier de policy invoeren dat je minimaal 2 dagen per week thuis werkt. En andere bedrijven die kunnen zeggen van, nou, er is wat minder bezoek aan onze broodjeszaak. We gaan iets anders verzinnen om te kijken of we daar toch iets op kunnen vinden dat we kunnen gaan ondernemen. Dus dat is een eigen keuze. In de tussentijd, zolang de overheid wel die maatregelen oplegt, dat heb ik toen straks ook tegen de heer Van Aerts proberen uit te leggen. In de tussentijd vind ik in ieder geval dat je als overheid die ondernemers 100% tegemoet moet komen. Dat kan natuurlijk niet eeuwig duren, dat snap ik. Als de maatregelen eraf zijn, dan is het gewoon weer goed ondernemer zijn en zelf je geld verdienen. En eventueel nog met wat nasteun van de overheid. Maar kan het dan misschien zo zijn, of is er in het kabinet over gesproken, dat er misschien wel dingen nu zijn gebeurd waarvan het kabinet zegt van, nou, dat is eigenlijk best wel handig zo. Misschien laten we dat wel gewoon in stand. Hè? Dus dat er vanuit de overheid gewoon andere maatregelen komen. Bijvoorbeeld, ik noem een voorbeeld, nou, die nachthoreca, dat is wel lekker rustig zo voor de politie of nee. Helemaal niemand in het kabinet. Ik kijk even naar de collega's, heeft gezegd, mevrouw, het is wel lekker rustig. Nee, daar wil ik echt meteen op reageren. Nee, maar mevrouw van der Plas was volgens mij tot een einde aan het komen. Mevrouw van der Plas, het was een lange aanloop, zeg ik maar. Ja, een lange aanloop, maar ik doe ook weinig interrupties, dus kijk, u kijkt zo van, nou ja zeg, dat is gewoon een vraag. Is niet een conclusie voor mij. Ik zeg niet van, oeh, jullie zullen wel allemaal stiekem plannetjes aan het verzinnen zijn. Dat hoort u mij helemaal niet zeggen. Dat was gewoon een vraag. Er wordt daarover gesproken van, god, er zijn best wel wat voordelen uit die coronatijd. En misschien kunnen we eens kijken of we dat kunnen handhaven. Dat is gewoon een vraag. En dank u wel. Kunt u antwoord op geven, ja of nee? De minister. Duidelijk antwoord had gegeven op de suggestie dat het kabinet het wel makkelijk zou vinden dat er maatregelen als deze genomen worden. Want ik werp dat echt verre van me. Natuurlijk vindt niemand het leuk om deze maatregelen te nemen. Natuurlijk realiseren we ons dat dat ondernemers raakt, maar ook mensen die gewoon 's avonds willen dansen of naar een café gaan. Dus daarom reageer ik inderdaad wel even fel, omdat er een soort van insinuatie achter zit dat wij dit doen omdat we het leuk vinden. Dank u wel. Niet. Mevrouw van der Plas. Ja, tot slot. Ik werp het verre van mij dat ik een suggestie zou doen. Ik stel gewoon een vraag. Mijn zin eindigt met een vraagteken. En
dat u dat opvat als een suggestie, alsof ik zou denken van, nou, gemene rotkabinet, die gaat allemaal nare dingen doen voor ons. Dat is maar niet waar. Ik wil gewoon wat duidelijkheid hebben, zodat ik zelf ook dingen kan duiden, wat ook naar richting mijn achterban kan verwoorden. Dus dan zeg ik, de vraag is gewoon heel simpel en die kan gewoon beantwoord worden met ja of nee, zonder dat iemand zich beledigd hoeft te voelen. De minister. Nou, dat antwoord is luid en duidelijk gegeven.